Dames en heren, van harte welkom terug bij Luigi's Mansion. Waar we de vorige keer waren gebleven was op de bovenste verdieping van het hotel. En deze deur gaat het verhaal verder. Is dat een spiegel en een camera erboven? Ga weg van de camera. Dit is King Boo in Egypte. Farao Boo. Ja, dat is hoteleigenaresse. Oké, dokie. Is ook Egyptische stijl. Aha! Ik dacht, ik ga gewoon overal een beetje die X-ray doen. Ik wilde het eigenlijk op het schilderijtje hier doen. Maar blijkbaar heb ik het dusdanig goed aangepakt dat hier een deur zit. Oké. We gaan even binnenkijken. Hallo! Een schilderij van King Boo. Vind ik ook weer zoiets. Om schilderijen van jezelf te hebben. Oké. Oh, de kamer kantelt. Auw. Let op, Luigi. Er zijn hier onzichtbare laserstralen. You don't say. Zie je dat poeder op de grond? Met je boost vliegt het poeder vast de lucht. Oh. Aha. Oké. Aha. Juist. Dus en op die manier gaat hij weer terug. Misschien oh, kijk eens. Hier achter de vlammen zit dus een opening. Dus die... Huppakee. Misschien moet ik dit wel eerst eventjes doen. Oh, er komen gewoon heel veel muntjes uit. Dat was het. Oké, misschien moet ik dus ergens anders een plek vinden waar ik die lasers uit kan zetten. Wacht, misschien blazen. Nee, blazen is het niet. Ja, waar is het nou? Doe die muziek eens even. Nee, het is gewoon geinige muziek. Kan ik dat spaarvarkentje eraf knallen? Biem! Nee. Misschien deze hoek? Ja, dit is beter. Biem! Oh, come on. Ik mag het spaarvarkentje genezen. Oké. We weten in ieder geval wat er in deze kamer kan gebeuren. Waarom schrok je zo erg? Nou, maakt even niet uit. We gaan door naar dit kamertje hier. Dit is een 3D dingetje. Deze klopt niet helemaal. Huh? Wat is er met deze aan de hand? Zuignap? Nee. Is iets vreemds met dat schilderij aan de hand? Hier zit iets achter. Is een soort klapdeur. Klapdeur? 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 Weird. Er zit hier een schim. Haha! Het is Tongmans. En plop. Ik zag hem wel. Het was Schimmerman. Oké, laten we eens even kijken in dit kamertje. Oh. Ik heb meerdere sleutels nodig. Blijkbaar twee sleutels. Of ik denk twee sleutels om... Auw, hier ook al. Oké, deze gaat in een patroon. Als hij doorloopt, Luigi. Oké, die kunnen we nog niet doen. Doorlopen. Yes. Kijk, die andere. Oh, misschien zet ik daar het power uit voor alle lasers. Wat is hier? Drie gouden ratjes. Yes. En een spin. Geef me de muntjes. Oké. Lasers? Waar zijn de lasers heen? Zo. Oh, wauw. Deze is akelig. Oké, opening. Midden. Oké, het is geleidelijk doorlopen. Die ingezoomde camera. Oké, moet ik dit zo doen? Yes. Bap. Stroom uit. Correct. Dus boven moet hij dan ook uitgaan.
Hoppa, toppie. Oh, ik zie linksbovenin, zie ik dat ik 4 sleutels nodig heb. 4? Ben je wel goed? Ik zit nog even te kijken wat hier allemaal is, hoor. Voor het geval dat ik iets mis. Hoe? Het is taart! Volgende bladzijde. Ze eten de taart. En er komt er een goud spoor! Bim! Er kwam een goud spookie uit het taartboekje. Hoppakee. Ja, het is allemaal bonus dit. Maar ik zoek nog even... Misschien dat die sleutels wel ergens anders zijn, hoor. Dat kan natuurlijk ook. Ik weet ook even niet hoe we bij die ratten en bij die spinnen hier komen. Maar dat zien we een andere keer wel weer. Voor nu... pakken wij deze sleutel. Top. Sleutel nummer 1. Oké, er zijn dus in totaal 4 kamers waar dit bij moet. Wacht even hoor, ik zie hier een parel die ik hem wellicht af kan schieten. Nee? Zo kan het ook. Oké, hopelijk zijn de lasers nu uitgezet bij die andere kamer. Oh nee, er wordt gespookt. Nou. Zeer onnodig dit. Waar zijn ze heen? Moet ik ze serieus achtervolgen? Oh, dat is vals. Oh god, dat was slow motion. Bam. Oké, got hem. Oké, er is nog 1 kleintje ergens. Maar daar. Hoppa. Wat? Waarom deed mijn ding het niet? Alsof ik hem gewoon niet raakte of zo. Dat was vreemd. Nou, hij is neer. De kamer is verholpen. Wat een gekheid weer. Allemaal gekheid. Allemaal gekheid. Oh, ik moest hem de andere kant op doen. Juist. Of doe ik het nou weer verkeerd? Dat ik Gooigi... Ah! God damn it. Oké. Ik snap hem ongeveer. Even kijken met het blazen. Waar gaan we dan nu heen? Wat is dit? Wat is dit? Is dit het hotel? Maar dan... miniatuur? Omdat ik mezelf dan ineens zie. Oh, come on! Zeer flauw. Lastig. Ik kan Gooigi daar nog niet neerzetten, dus... ik ga eventjes hem door laten draaien en kijken we waar we dan uitkomen. Ja, oké, dat was de sleutel. Oké, die zet ik daar neer, Gooigi. En dan blaas ik door en dan kom ik bij de generator terecht, als het goed is. Oké, Gooigi, kan je er nu bij? Ja. Of had ik ook gewoon letterlijk dit kunnen doen? Nee, blijkbaar niet. Oké, die terug. Dan kunnen we nu, als het goed is, ja, hier bij dit schatkistje terechtkomen. Munten! En dan komen we nu inderdaad bij de sleutel. Hoppakee, compleet. Top! Tweede sleutel is binnen. We gaan door naar de derde kamer en dat zal een volledige nieuwe puzzel zijn. Luigi schrikt weer om niks. Oh, interesting. Ik zie je geldbiljetjes liggen. Wacht even. Oeh, en daar moet ik alle sleutels in doen. Oké. Hier zit een deur. De deur die niet zichtbaar was. Maar hier zit ook een deur. Heel goed, heel goed. Dan zit hier voor de rest nog iets om de hoek. Die heb ik nu. Deze. Een muntenportret. Oké. De derde kamer. Wat gebeurde hier nou? Nee, dit is niks. Ik weet ook niet wat voor kist dit is. Ik zie hier een soort target op staan. Dus die pak ik eventjes. Misschien. Ik heb zo'n vermoeden. Oké, dit was het toch niet helemaal het vermoeden wat ik had gedacht.
Oké, er gebeurt hier heel veel. Hoe kom ik bij die powerknop? Oh, ik moet balans veer... Links. Power! Oké. In één keer. Nice. De lift is nu weer beneden, dus ik moet even... Ah! Help! Niet naar beneden vallen. Ja. Nee. Doe het maar wel met Luigi erbij. Zo. Het moet niet te steil, want dan tief ik er weer af. Ironisch genoeg was echt de rechterkant zoveel makkelijker dan de linker. Oh, come on. Dan loop ik toch nog terug. Oké. Dit moet hem zijn, toch? Hoppa, dat dacht ik. Laat hem maar even helemaal naar beneden gaan. Val ik naar beneden? Snel! Pak hem, Luigi! Oké, we hebben de derde, hoor. Met enige moeite hebben we de derde. Ik dacht, ik ga dat op een gegeven moment gewoon met Luigi doen, want zijn HP restore toch. Oh, kom op. Waar is hij? Waar zijn de gluiperds? Really? In mijn rug? Oh nee, het is een heel peloton. Oh god, dat zijn er echt heel veel. Juist. Oké, we gaan beginnen. Beam. Brilmans. I don't care. Blap, blap, blap. En dan allemaal tegelijkertijd. Easy does it. Je moet gewoon één opening vinden en dan heb je ze allemaal. Oké, de volgende kamer. Dat is met een trapje. Geinig. Het lijkt wel alsof King Boo en de hoteleigenares een soort romance hebben. Oké, de badkamer. Oh. Alleen het wordt hier vast heel stomerig. Ja, door deze deur kan ik niet heen vanwege de badhanddoeken. Wat is dit nou weer? Is dat een laser? Dat is een laser! Oké. Even wachten tot hij rechts staat. Dan steekt hij... Over. Oké, ik moet niet volledig staan. Misschien is het 3/4. Dan zie ik hem aankomen, want hij gaat best snel. Hop. Zo. Zo. Oh, hier is er eentje die... Auw, overdwars gaat. Vaket, ik ga gewoon... Wat nou als ik dit hier doe? Nee, zo. Zit die kraan in zijn vet. Dank u. Dan ga ik ondertussen wel even naar beneden met Luigi. Om te kijken dat hier heel veel spinnen zijn. Is er nog iets anders dan spinnen of is dat het? Nee, dat is een vrijwel. Ah, nee. Er is meer. Oh, kijk. Een juweeltje. Die ik moeilijk kan pakken. Nee, wacht. Dan moet ik via een rand lopen. Nee, hè? Dan moet ik uit een andere buis komen. Wacht, dat is waarschijnlijk deze. En dan kom ik op dat houtje uit. Ja. Plop. Goed hoor. Maar er is hier voor de rest niks meer. Dus... ik zie hier een laser. Oeh, deze is wel pittig. Ik moet meelopen en dan springen. Zo. En dan als hij weer overgaat. Dus nu. Go. My god. Oké, zuignap. En stroom uit. Dank u. Dan kan ik hier eindelijk de handdoeken opzuigen. En wat HP eruit krijgen. Dank u. En hier binnenin. Daar zit hij. Hoe kom ik in het bad? Hoe kom ik erbij? Ja. Hoppa. Dank u. Dat was hem. En dat zijn de 4 sleutels voor de laatste kamer. Oké, dan kunnen we de 4 sleutels hier nu... Nee, we moeten eerst nog iets stoms doen. Oh, dat zijn heel veel kleine... Dat zijn heel veel kleintjes. Heel veel. Ik push eerst wel rechts. Hop. En... Massieve flits. Boom. Au. Oké, ik pak weer rechts aan. Oh god, er komen er nog meer. En... Pap. Oh, laser. Gaat hij de hoek om? Nee. Oh, hemel. Jullie zijn er ook. Hoppakee.
En de hele groep is weg. Wat moet ik... Oh my god. Oh. Er staan big boys achter me. Oh, pas op de laser. Blip. Bap. Zo. En dan knal op de jongens. Blab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 l
Hé, hey, is allemaal goud dit. Trofeeën. Oké, okay, stop. Alle sleutels er maar in. Ik weet niet in welke volgorde, maar... Doe maar gewoon. Oh, oké, okay, die daar. Tovert die ook gewoon uit zijn broekzak allemaal, hè? Gigantische sleutels. Ja, gaat goed, gaat goed. Laatste. De blauwe. En open het maar. Oeh. Uh-oh. De deur gaat open. Daar is ze dan. De hoteleigenaresse. Wacht even. Ik zag hier nog flappen liggen. Wacht nog heel even. Oké, okay, ik heb alles. Ik kom al. Hallo. Daar ben ik dan. Met Mario erboven. Zo, zo. Eerlijk gezegd had ik niet verwacht dat het je zou lukken. Dat een bangerik als jij zo ver zou is gekomen, je zit echt boordevol nare verrassingen. Je hebt mijn hotel geplunderd, mijn personeel gevangen genomen met die vreemde stofzuiger. En alsof dat nog niet genoeg was, ontvoerde je ook nog mijn schattenbout, mijn hartendiefje, mijn dierbare polterkat. Dat was niet de bedoeling. She mad. She mad. She very mad. Je had niet van King Boo mogen wegrennen, ellendige lafaard. Als je jezelf in dat schilderij had laten vangen, had King Boo me overladen met complimenten voor mijn verschrikkelijke briljante val. Maar in plaats daarvan ben ik alles kwijt door jou. Oh nee. Even poederen. Ja, ja, ja. Wat make-up al niet kan doen. Zullen we beginnen? Ik reken zelf wel met je af. Dan vertrouwt King Boo me weer en ziet hij hoe nuttig ik voor hem kan zijn. Ben je er klaar voor, Luigi? Zorg ervoor dat dit afgrijzelijk leuk wordt voor mij, oké? Okay? Oh nee. Oh nee. Hij is ultiem bang. Oh god. Het is... Oké. Wat is de bedoeling? Ik mag nog niet bewegen. Is het weer met lasers? Oké, het is weer met lasers. Oh! Ja, damn. Oké. Hij gaat gewoon heel snel. Luigi. Doe iets. Oké. Wat moet ik dan doen? Deze hendel overhalen. Oké, dan is die kant open. Oh, wacht. Luigi kan dit gewoon doen. En dan komt hij daar uit. Alleen daar is geen opening. Dus ik moet gewoon even door blijven lopen. Ja. Bijna. Oh, kak. Oké, hij fucked up. Oh, dan gaat hij weer de andere kant op. Really? Oké. Nee, duidelijk. Surprise, bitch! It's me! Blam! Ah, ik ben zelf geflitst. Oeh, pas op. Hoe ver gaat deze kant op? Anders doe ik het zo wel, via deze kant. Kom op. Mag ik de buis? Oh nee, het is weer lasertijd. Oké, kom op. Oh, auw, mijn enkels. Oké, Luigi, ga jij daar staan? Oké, dan ga ik nu paars uitzetten. Oh, hoe kom ik bij paars? Ik zie dat heel slecht. Oh, zo. Ja, dit gaat goed.
Ik moet echt twee levels door elkaar heen bekijken. Oké, wat moet ik nu? Oranje? Ja. En dan moet ik hier naartoe. En dan heb ik hier geel. Oeh, door blijven lopen. Yes. Oh, ze is bij me. Ze is bij me, Gooigi. Oké. We Gucci voor heel even. Nee, pas op. Be gone, bitch. Be gone. Auw, ik ben zelf geflitst. Doe het niet. Be gone, bitch. Go, 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 go. En de laatste muur is nu ook weg. Oké. Goed, 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 goed. Ik weet niet wat ik beneden nog meer moet doen, maar volgens mij had ik hem daarmee wel. Oké. Wacht eens even. Wacht, kan ik niet gewoon dit doen? Ah, wat? Oké, wacht. Met de ene afleiden. Zo. Oh, come on. Nee, ik kan niet flitsen. Oké, wacht. Misschien zo. Woehoehoe. Zo dan. Ze moet dat ding gewoon de grond in meppen. Kom hier. Kom hier. Ja dan, bitch. Oké. Ze moet gewoon die spiegel de grond in meppen. Oké, she ugly again. Poeder, poeder, poeder. Zonder poeder. Oh, hier. Ik zag de flits op de muur. Oh, er komt een hartje uit. Oh, wat geinig. Niet dat dat echt nodig was. Oké, welke kant gaat hij op? Die kant. Lopen we gewoon een rondje. Dan hoef ik ook niet te springen. Oh, is dat... Oh, dat zijn er drie. Oké, lopen we gewoon een rondje. Niks aan de hand. Oh, er is... Welke gaat nu open? Drie daar. Ah, gewoon een rondje. We good. Oké, wat nu, hè? Wat nu, hè? Wat? Auw, auw, auw. Oké, really? Really? We gaan dit deel tweeën. Uh-oh, er komt water. Nee. Sneller. Roll. Oké, alle buizen zijn uitgeschakeld. Map dan, hè? Dat dacht ik. En nu kunnen we weer een volle stuk. Ja, ga je weer mappen? Map maar. Ik sta hier. Ik sta hier. I ain't doing shit. Moet ik zuignappen? Oké, ze verdween gewoon. Fucking weird. Oh, hey. Ah, nee. Dan door de paarse muur heen. Dat is naar. Woe! Oké. Werd bijna geraakt. Oh, dit nu nog even. Kan ik die spiegel niet gewoon van eraf nemen? Is dit de bedoeling? Dat ze wegging? Wat? De spiegel lag hier en nu is ze weg. Ja, hier. Ik hoef geen eens al die muren weg te halen, joh. Ik moet gewoon wachten totdat die... Totdat ze gewoon me mept. En dan gewoon de spiegel in de grond zit. Ik hoef echt niet constant met Gooigi naar beneden toe. Dat is alleen maar vervelend, joh. Map me. Hier zo. Goed zo. Nou, dit moet hem toch wel zijn. De laatste sweep. Ja hoor. Kablam. It's over. In the suck machine. Oh, wel mooi naar binnen toe. Prima. Hop. En dat was dat. Dat is één blije Luigi. Alleen nu moeten die beelden weer even worden omgedraaid. Dat dacht ik, want dan kan ik Mario hieruit halen. Come to me, Mario. Ja, woehoe. Oh. Oh yeah. Yeah. Way to go, Luigi. Oh. Peach. Peach moet nog worden gered. Let's go. Come on. Zo. Beuk er even volwaardig doorheen. Maar is daar King Boo gelijk? Mario ging wel echt heel snel er doorheen. Goed, we lopen wel even mee. Oh, ik bespeur de aanwezigheid van een bijzondere entiteit achter die deur. Luigi, ben je klaar om naar binnen te gaan?
Dit is waarschijnlijk echt zo'n marker van als je hier doorheen gaat, dan speel je het hele spel uit, kan je niet meer terug. Ja, ik ben klaar om naar binnen te gaan. Oké, verder heb ik geen advies meer voor je. Ik wens je het allerbeste, Luigi. Wees voorzichtig. En huh? Wat? Oh nee! Nee! De zender viel uit. Mario? Mario. Mario. Luigi. Woe! Come on, let's go. Laat me niet schrikken, joh. Idioot. Maar gaat hij snel, joh? Ho. Ja, hier is King Boo gewoon ongetwijfeld hierboven. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Ja, ik ga die sprong niet wagen. Ik ga er wel zo... Oh, het brokkelt af. Doorlopen, 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 doorlopen. Geen weg meer terug. Keuring dienst van ware zou niet akkoord gaan. Waarom komt hij elke keer zo jumpscare-achtig terug? Oh, is dit het dak? Oh nee, een balkon. Zijkant. Wiens idee was het ook gewoon echt om hier op vakantie toe te gaan? Mm. Oh, hij doet het gewoon op die manier. Tuurlijk, Mario. Tuurlijk, Mario. Oké. Oké, bro. Uitslover van de eeuw. Echt hoor. Can relate. Kan ik het niet gewoon op die manier doen? Of moet ik... Nee. Of moet ik verder doorlopen? Ja, ik zie hier nog een ander laddertje. Die werkt ook niet. Of moet ik via de mond van Boe? Oh, hier verderop is een werkende trap. Ladder. Oh, vleermuizen. Tuurlijk. Potverdikke, maar dit is hoog. Oké. Een werkende ladder. Nou, als dit niet de ultieme ladder is... En dat is het schilderij van Peach. I got you. Hoppa. Oh, we zijn weer verenigd. Uh-oh. Het is King Boo! Ik had niet gedacht dat je de confrontatie met me aan zou durven gaan, Luigi. Wat dapper. Mwahaha. Je had weg moeten rennen toen je de kans had. Maar nee hoor, je bent gebleven en heb je een weg naar boven gevochten. En waarom? Enkel om mij tegen te werken? Wat een verschrikkelijk onnozel idee. Toegegeven, het is je gelukt om met behulp van de irritante uitvindingen van K. Wiebes alle spoken in het hotel op te zuigen. Je ging de hele tijd sweep, swap, sweep, swap, sweep, swap. Maar dat je al die spoken hebt opgezogen betekent niet dat je ook mij aan kunt. Dat je die hoteleigenares hebt verslagen zegt niets. Cassie Whaley. Zij liet al je vrienden ontsnappen. Je hebt werkelijk geen idee hoe ongelooflijk vervelend het is als iemand je in een schilderij opsluit die je vervolgens ontsnapt. Bah, Cassie. Al die spoken, nutteloos. Ik moet het altijd alles zelf doen. Ik ben het helemaal beu. Naar genade kun je fluiten, Luigi. Geen trucs meer, geen sluwe plannen. Ervaar de kracht van King Boo. Jullie gaan allemaal een schilderij in. Een mooi groepsportret wordt jullie ondergang. Waar tovert hij die gewoon ineens vandaan? Jullie verdienden loon. Nu is het jullie beurt. Kom erbij, dan is mijn schilderij af. Jullie staan vast te trappelen, of niet soms. Niet dat het me ook maar iets kan schelen. Hé, hey, die hond. Oh, really? Alweer? Nu zitten ze er allemaal gewoon weer in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wacht eens even. Waar is nummer 7? Ik mis iemand. Ik ben het weer. Luigi, wat doe je daar?
Staan. Oké, nu heb ik er genoeg van. Ik ben je spuugzat. Je wilt vechten? Prima. Kom maar op, Luigi. Hier vind je je einde voor eens en altijd. Daar kom ik dan. Oh, wat is hij toch bang. Oké, wat moet ik doen? Wat verlang je van me? Lasers ontwijken? Oh, de vakken ontwijken. Oké. Kan ik dan dichtbij komen om te flitsen? Woe! Hij gaat rollen! Oké. Juist. Moet ik die opzuigen of... Nee? Oké, spin. Hop. Au. Oké, dat was een map. Daar moet ik overheen. Aha. Wat is nu de bedoeling? Oké, oranje kristal. Dat is vuur. Hop, pas op. Moet ik die... Ik dacht dat ik ze kon opzuigen. Nee, blijkbaar niet. Ik kon ze wel een beetje van hun koers afbrengen. Oké, dat is een spikebom. Juist. Oeh, daar zit een gewone bom in. Pap. Eet maar op. Boom. Oké. Dat werkt. En nu... Wil ik zeggen, zuig de tong op. Maar dat was het ook niet. Ja, wel. Toch wel. Misschien met z'n tweeën. Kom op. Go! Hoppa! 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 Oké, dat werkt. Hoe ga ik dan de vloer breken en zakken we dan naar beneden? Dat is misschien wel een geinig idee. Oh, er zijn er nu twee. Top. Ja, op zich, ik heb ook inderdaad de mogelijkheid om te dupliceren. Door middel van een Guigi. Ah, dit is wel een leuke bossfight. Verschillende aanvallen. Komen nu de tong slaps weer? Oh nee, schaduwbonken. Oh, met shockwave. Oké. Auw! Oké, ik zat niet op de schaduwen te letten nu. Schaduwen? Nee? Oké. Tongsweepers? Ah nee, vuurballen. Hoppakee, gewoon naar voren toe lopen en dan weer terug. En dan heb je allerlei bewegingsruimte. Hoppakee, easy. Oké, wat gaan we nu krijgen? Op! Oké, tong smack! Oh, wauw, daar liep ik gewoon volop in. Nog één keer en ik ben neer. Glibbert, oh... Dat was een hoge en een lage tong. Wat was dat ineens? Dat was nieuw. Gelukkig heb ik genoeg. Wauw, die komt ook gewoon volop op me terecht. Nee, ik gooi daar een mis. Mag ik een nieuwe? Misschien kokosnoot? Nee, dat werkt niet. Pas op voor de schaduw. Schaduw. Oké, dat werkt ook gewoon door out of range te gaan. Tenzij dat het geval is. Juist. Oké, we got it. Oké, waar zitten de bommen? Hier. Pap. Ah, nee. De verkeerde. Au. Ja, maar deze bom werkte niet meer. Weet je, ik moest eerst die gewoon illusie die wegwerken. Potverdik me. Het is een wiebeltong. Zo, je kan er onderdoor. Ik moest even het juiste punt vinden. Niet nog... Oh, wel nog een keer gedupliceerd worden. Hoe kan ik weten welke de echte is? Gewoon de linker of zo? Wederom een bommogelijkheid. Ja, ik moet het af en toe even afwachten. Hup, dat is de juiste. Hè. Boom, knal. Pak Luigi erbij, want de tong komt eraan. Ro? Suck that tongue. Oh. Kom op, waarom werkt dat niet? Zo, terug. Beam. Hoppa. Oké, gaat goed. Waarschijnlijk nog één keer volgens Nintendo termen. Oh. Was dat hem al? Oh. Huh? Oké, dat is vals. Je mag niet zomaar met het schilderij spelen. Gaat hij het hele hotel absorberen? Dat is niet heel eerlijk.
Zie je ook gewoon hoe krachtig King Boo is. En dan moet ik met een zullige stofzuiger dit doen. Oh my god. Ik denk dat dit de laatste fase is. Oh, het zijn er nu 3. En ik moet het in 4 minuten doen. God, ik heb een hekel aan zulke soort tijdsdingen in game. Maar ik moet in ieder geval ook onthouden welke de echte is. En dat is de middelste. Daar moet ik dan de bom op schieten. Dus ze gaan natuurlijk wisselen. Oh, daar komen de bommen. Oh! Really? Auw, ik ben 1 keer geraakt. Hoe de hel moest ik dat doen dan? Oh god, ze zijn gewisseld. Dus ik heb niet meer opgelet wie de echte is. Oh, dat kan kloten worden. Oh, fijn. Wiebeltongen. Mijn favoriet. Oh, ho, ho. Wiebeltongen krijg ik echt serieus de meeste damage van. Dat is echt zo'n fucking bullshit. Bommen! Ik gok op de middelste. Nee, dat was hem niet. Oh, come on. Nu zullen er weer 3 spawnen. Welke? Oké. Midden. Nee. Rechts. Heb ik hem? Dat was echt een far shot. Oké. Good. Kom hier met je tong. Come on. We must do it now. Blim. 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 Kom op. Blijf op A drukken. Kom op. Kom op. Hé. Oh my god. Bonk. En de ultieme gem. Ja, je hebt het gedaan, Luigi. Luigi in het tankje. Ga even in de tankie. Hij wil niet in de tankie nu. Laat maar. Dat is een hele mooie. Gooi hem er tegenaan of zo. Of het kristal wordt niet meer gevoed. Vang hem! Goed gedaan. Oh nee, gaat het hele gebouw instorten? Oeh, dat is akelig. Oh nee, het brokkelt af. Bye bye, heel goed. Oh, helemaal door het midden. Hey. Oh, mooi. Thanks. Oh nee. Hey, Luigi. Nou, de X-ray er tegenaan. En al je vrienden zijn weer terug. Dat is 1. Dat is 2. 3, 4. 5. En 6. Heel goed. Iedereen is weer bij elkaar. En iedereen is weer blij. Oh, en het kristal is er ook nog. Oh nee, ze zijn weer allemaal ontsnapt. Alweer. Huh? Oh. Het hele hotel naar de Getver. Oh ja, en die werken dan ook mee. Fucking mooi.
En dat was hem dan. Luigi's Mansion is aan zijn eind gekomen. En zo gaan Luigi, Mario, Kawibus, Toad en Gooigi en de bijbehorende spoken het hotel weer herbouwen voor de rest van de spoken. Ik heb al een beste tijd geen spel meer echt uitgespeeld. En doe ik dat nu weer even en dan zeg ik van ja, dat voelt toch eigenlijk ook wel weer goed hoor. Dat voelt wel goed. Gefeliciteerd, 33.000 muntjes en rang B. Ja, dat had wel beter gekund. Maar goed, we gaan ermee akkoord. Zo, nu het hotel hersteld is, gaan de avonturiers weer in de bus ervandoor. Gooigi en Kawibus blijven achter. Waarom eigenlijk? Spookdog moet natuurlijk mee. Op naar het volgende avontuur. Ja hoor. Maar heel mooi. Bye everybody. Doei Charles Martinet. Dankjewel voor je werk. En dat was dat. Nu zijn we wel volledig aan zijn einde, want we zijn weer letterlijk bij het startscherm. Dames en heren, bedankt voor het kijken naar deze gehele serie van Luigi's Mansion. Hebben we ervan genoten? Volgens mij wel. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je dit een leuke video, mag je dat uiteraard belonen met een duimpje omhoog. Wil jij twee andere video's van mij zien? Druk op de knoppen naast mij. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!